Dünyada en hoş seslerden biri de şır şır akan suyun sesidir. Oturursan beləcə çayın sahilində, daşın üstündə, sakitcə gözləyirsən. Gözləyirsən ki, ətrafda müxtəlif-müxtəlif hadisələr baş versin. Sən də kənardan, sezilmədən baş verənləri seyr edəsən. Su şırıldasın, yarpaqlar xışıldasın, quşlar cıvıldasın, kəpənəklər ətrafda qanat çalsın. Güneşin şuaları budaklarda oynasın, sen de bütün bunları göresin. Hiç kimsene deyip dolaşmasın. Olasın. Varum hep yedat Allah mal hizet. Varum hep yedat kırdan. Ha? Lek mi leu kom soms eten te kijken. Voor mij is, denk ik dat niet leuk is meer. Niet. Waarom niet? Ik weet het niet. Dat is iets wat helemaal afgelopen is. Dat is een andere wereld, andere tijd, die verloren gegaan is. Begrijp je? Hebben jullie opgelet dat men van dichte afstand grote dingen niet ziet? Zo begreep ik wat ik het meest mis toen ik in Londen studeerde. Ik zag iets heel groots, terwijl dat niet bij me was, mijn moeder. En alles over haar bleek me opeens heel erg dierbaar te zijn. En ik dacht bij mezelf, wat weet ik eigenlijk van mijn moeder? Wat is haar wereld? Behalve dat ze mijn moeder is. Wie is zij? En heb ik haar echt ontdekt? Soms maak ik me zorgen dat de tijden zullen vergaan en dat mijn moeder onontdekt zal blijven door mensen. Maar vandaag probeer ik één deur te openen van haar wereld. Hallo, hallo, test. Hey mam. Neem slofjes, Nelly. Hier is koud binnen. Ja, je zei dat je eigenlijk twee levens hebt, hè? Heb je geen spijt dat je hier bent nu? Waar, in keuken? Nee, in Nederland. Waar? Ander leven, twee levens, toen en nu. Ik kom even. Heb je geen spijt dat je hier bent en zo? Nou. Ik weet niet. Nee, ik weet niet. Waarvoor moet ik spijt hebben? Misschien, ja, nee, denk ik niet. Denk ik niet. Het is, het was een andere ervaring, nu een andere ervaring. Misschien is dat wel toch interessanter, dat ik zoveel heb gezien, geleerd, meegemaakt. Begrijp je? Ja, er was natuurlijk altijd de reden om dat te doen, toch? Ja, ik was de reden. Nee, dat wil ik niet. Ik weet nog, toen ik klein was, ik zei altijd, mama, wanneer gaan we naar papa? Wanneer gaan we naar papa? Gaan we naar papa? En ja, eigenlijk voel ik me soms schuldig. Nelly, zeg nooit dat jij zelf schuldig is. Ja? Zeg dat nooit, Totje. Nee, hoor je mij? Hoor je mij? Zeg dat nooit dat jij je schuldig voelt.
Iedereen, wat dan ook, hoe dan ook, wie dan ook, wat hij doet, is altijd eigen keuze. Dat was mijn eigen keuze. Wat dan anders? Maar ja. We zijn hier gekomen om natuurlijk samen met papa te zijn. Om met ons gezin verder te gaan. Ja, nu is hij ook niet echt bij ons. Ja. Maar wat ik jou wil zeggen, dat een gezin, familie, is eigenlijk een cadeau van je lot. Dat is, ik geloof dat de belangrijke missie van iedere man, iedere vrouw, is dan een, toch iets creëren. Een familiegevoel is echt iets belangrijks wat ik mijn leven meemaakte in mijn leven. Daarom wilde ik heel graag dat jij dat ook meemaakt. Maar ik weet nog één ding zeker. Ik weet dat jij voor je papa heel belangrijk iemand bent. Papa is dol op je, jij bent dol op hem. Wij zijn allemaal dol op elkaar. Maar als je van iemand houdt, ik wil je dat je onthoudt. Als je van iemand houdt, dan moet je ook moed hebben om deze iemand los te kunnen laten. Dat kan niet dat, nee, hij is geboren alleen voor mij. Hij is voor mij, hij is mijn eigendom. Zo werkt het niet. Snap je wat ik bedoel? Ja. Zo werkt het niet. Begrijp je? Als je van iemand houdt, dan laat maar hem om. Ook gelukkig zijn op zijn, of maakt niet uit, op haar eigen manier. Het is gewoon zo. Ik denk voor mij is geluk ook een beetje dat je ziet dat mensen van wie je houdt het goed hebben. En behalve dat je trots op ze kan zijn. Oké, mooi. Ik heb eigenlijk mijn hele leven toch, denk ik, qua dat wel gelukkig geweest. En ik was altijd trots op jou en papa. Ja. Nog steeds eigenlijk. Ik denk, ik zou niet op deze eigenlijk aarde willen leven als ik één dag niet trots op jou zou kunnen zijn. Oh my god. Ik denk dat dat toch komt door bewust zijn dat wij op jou trots zijn. Ik denk dat toch dat rol speelt, een rol speelt. Dat je onder bewustzijn is, ziet een gedachte dat jouw papa en mama altijd op jou trots zijn. Begrijp je? Ik denk dat toch bij jou heel vast zit. Het is onderlings. Ja, het is fenomenaal wat jij nu zegt. Ja, Nelly, kom hier, kom mee. Oh. Ik huil niet hoor. Nee, kom hier, kom, radest maar, ja, kom. Ja. Niet, kom eens. Ja.